We hebben weer nieuwe vesten binnen en die kun je ook voor buiten dragen. Eigenlijk vind ik het wel buitenvesten. Het is een kekiekleurige teddystof. Zakken erop en die zakken zijn afgesneden en erop gezet. Hè? Dus dat is niet omgezoomd. Maar dit is juist mooi omdat ze nou mooi plat zitten. En anders krijg je zo'n worstje elke keer als je dan gaat zoomen. Onderaan ook, dat is gewoon afgesneden. Bij de mouwen ook. Wel ook heel mooi die binnenkant, hè? Want ik heb hem nou een keer omgeslagen. En dat ziet er juist wel heel mooi uit, vind ik. Ze zijn 59,95. Het is één maat. Ik heb maat 38. Met maat 36 draag je het natuurlijk nog iets meer oversized. Maar deze, ja, die moet er makkelijk passen tot en met maat 44. Misschien ook 46. Maar bij 46 dan zou ik denk ik even komen passen in de winkel. Maar ik denk dat dat ook wel moet gaan. Echt een hele leuke kleur. Ik denk dat ik hem zelf ook wil. Ik wil alles. 59,95 zijn ze. Nou, het truitje waar ik eronder heb, dat is gewoon een beige écru truitje met de trompetmouw en de col. Die zijn 39,95. Ik heb hier dat microfoontje zitten, want ja, de winkel is open. En Fleur is pakketten in aan het pakken en dat maakt allemaal een hoop herrie. Dus dan doen we het even met een microfoontje. Anders kom ik er niet meer bovenuit. Dit is dat écru kleurige truitje met trompetmouw. Zo'n opgerold randje, dat is gewoon afgelokt. Eén maat is dit. Die kan sowieso van maat 36 tot en met 40. 42, heel vaak gaat dat goed. Soms vind ik het dan ook te veel aftekenen. Dus dan hangt het ervan af of je echt een buikje hebt. Dus dan moet je rekening mee houden of even komen passen met maat 42. De broek. Dit is de kekiekleurige Leatherlook Button. Een hele fijne broek. Wij verkopen ze aan de lopende band. Lopende band. En dat komt omdat hij zo fijn zit. Het is een hoog model. Hij sluit bij mij echt tot in hoog in de holte van mijn rug, zeg maar. Aan de binnenkant voelt hij zacht. Daar zit dat geruwde spul tegenaan. De kreuk gaat eruit na het wassen. En ze gaan van maat 34 tot en met 42. Ik vind ze goed op maat vallen, maar ik hou ervan als een broek ietsje ruimer zit. Ik heb plaats over in de tailleband. Hij is echt gemaakt op een vrouwenlichaam. Daar kan makkelijk een buikje in. Ik werk voor mezelf altijd met een riem, want ik wil juist dat de tailleband los zit, zodat ik de riem iets aangesloten kan doen. En dan blijft alles glad zitten. Als ik het te strak in mijn tailleband doe, creëer ik een randje. Dat gaat over de broek heen hangen en dan voel ik me eigenlijk altijd veel dikker. Maar ik zie dat ook in de winkel. Mensen denken ooit van, ja, hij zit hier te los, dus ik kan hem mijn maat kleiner. Ja, hier kan nog zo'n buik in bij mij, zo. Maar dat moet je niet doen. Laat het maar lekker loszitten. Er moet sowieso, vind ik, bij een stretchbroek een riem omheen. En dan doe je hem niet te strak. Het zit A veel lekkerder, maar het zit ook veel mooier. Want je moet dat niet hebben dat dat eroverheen gaat puilen. Dat is echt zonde. Dat probeer ik iedereen te leren hier. En sommigen die geloven dat en die doen dat. En sommigen denken, nee, ik moet dat strak hebben. Oké, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Het is een lengtemaat 32. Bij twijfel tussen twee maten sowieso de kleinste maat nemen. De S, ja, ik heb echt een normaal M, maar ik kan hier ook de S van aan. Ik voel me prettiger in de M. Bij mij hoeft het niet zo heel erg strak. En stel dat het ietsje wijder zou worden, vind ik het alleen maar mooier. Het mag ook als een broek zitten. 59,95. De laarzen heb ik helaas niet meer. Die kun je dus ook niet bijbestellen. Nou had ik nog bij het vest eventueel. Doe ik dat vest toch maar weer aan. Ik doe niks op volgorde. Want daar ben ik veel te chaotisch voor. Ik heb hier nog zo'n hele fijne teddy sjaals. En dan die écru kleur vind ik heel mooi bij het vest. Nou doe ik dit eventjes weer ergens anders. En dit is een hele mooie kwaliteit. Want als ik op inkoop ben, ik zie er heel veel. Maar heel veel vind ik echt van die goedkope marktsjalen, zeg maar. En deze is dan qua stof net wat rijker, vind ik. En dat scheelt echt veel. Dat voelt ook lekker. En ja, ziet er goed uit qua kwaliteit. Mooie knoop erop, een kokosknoop. 24,95 zijn ze. Nou, die zou ik er lekker bij bestellen. Dan kun je je eigen lekker inpakken en een wandelingetje gaan maken. En je kan het bestellen allemaal op onze website baboe.nl.